Hier ligt onze Stavense Jol. Hoe mooi vind je dit? Ja, dit is schitterend. Mooi stukje historie wat hier ligt. Deze zijn gebruikt op de Zuiderzee visvangst, anjovis, dergelijke. Tom van der Dungen heeft samen met zijn vader en broer een zeker 100 jaar oude Stavense Jol gekocht. De komende 5 jaar willen ze het schip opknappen. Ze ligt gelukkig droog. Ja, oorspronkelijk hoort ze van hout te zijn. Maar ze is in het polyester gezet eind jaren 70 door de toenmalige eigenaar. En daardoor is het hout verder weggerot, maar de vorm is behouden gebleven. Er zit een heleboel werk aan, maar we hebben er zin in. Tom is razend enthousiast, dus we gaan er wat moois van maken. Is dit mooi om te doen met je zoons? Ja, prachtig. Ja. Daar leren we allemaal weer van. Dus, Zoals je kunt zien, is er weinig van het hout over. Het is dan een Stavense Jol, maar dat wil niet zeggen dat het schip in Friesland gebouwd is. Dat klopt. De Stavense Jol is meer het model wat die heeft. En is weer rond de Zuiderzee op meerdere plekken gemaakt, zoals hier in Kolhorn ook, Broekerhaven, Marken zijn ze ook gemaakt, Borkum, Hinderlopen. Naast de restauratie hopen ze ook de hele geschiedenis van het schip boven water te krijgen. En vanaf 1976 hebben we eigenlijk met een gezin contact die tot 1984 het schip heeft gehad. Dus we zijn aardig op weg en nu zoeken we eigenlijk nog echt geregistreerde mensen of eigenaren of mensen die weten van wie het schip is geweest. We zijn volgens het stichting Stamboek Platbodem en Rondbodem zijn we tot 1954 gekomen met de toenmalige eigenaar en daarvoor is alles nog onbekend. En dat is voor de heer J.C.H. Brouwer uit Amsterdam. En we willen graag in contact komen met familieleden of misschien de heer zelf, zodat we misschien wat foto's of verhalen terug kunnen halen. En om te komen te weten van wie hij misschien wel gekocht heeft. Hoe voelt dat? Ja, het voelt heerlijk. Er is alleen nog een beetje water.